Tijd om even terug te blikken op het seizoen. Waar het meteen de eerste bocht in Long Beach valt liep al voor Paul Tracy. Dan was er dat contact met Mario Dominguez. Op Milwaukee was eigenlijk het doodvonnis voor Mario Dominguez bij Foresight. Daar ging hij dan, Tracy tenminste, op de kop rijden. Letterlijk op de kop rijden van Sébastien Bourdais. San José. Kijk wat daar gebeurde met Alex Tagliani. Was rechtdoor gegaan, alweer de baan opgekomen. Dan hier het incident met Sébastien Bourdais. In de allerlaatste bocht was dat. Echt waar, de laatste bocht van de race in Denver.